Van dit rustige Hollandse plaatje is het genieten net buiten het centrum van het vissersdorp Spakenburg. Deze rust staat in schril contrast met de drukte in het centrum van het dorp. En dat komt omdat de Spakenburgse dagen weer in volle gang zijn. En dat ziet u in Uit. We zijn er! Welkom en leuk dat u kijkt naar Uit. Oude ambachten, klederdracht, 4 keer per jaar zorgen de Spakenburgse dagen hier voor topdrukte. En heel goed. U bent lekker aan het genieten van een visje? Ja, nou en nog. En dat is prima doen hier, hè. Spakenburg zonder vis is als een krentenbol zonder krent. En dat is gewoon een kadet. En u bent hier op de Spakenburgse dagen. Wat vindt u het leukst om te zien? Ja, mijn vrouw natuurlijk. Maar voor de rest, ja nee, de markt, de mensen, we houden van mensen en dat is hier goed te zien. We gaan varen op een met mevrouw. Authentieke botter. Gaan jullie mee? Hoe is het om zo'n botter te besturen? Ja, het geeft daar altijd wel een blij, dat is blijvend, een gevoel van ja, je zit wel op een schip. Dus. Zo, zitten jullie hier gezellig op de botter? Ja. Vaar je wel vaker met zo'n schip mee? Nou, niet heel vaak. Je zit echt helemaal op het randje. Kun je wel goed zwemmen? Nou, gelukkig. Spakenburg, een van oudsher vissersdorp aan de Zuiderzee. De vissers zijn bezig met het repareren en in orde brengen van hun fuiken. Vissers verdienen hun geld op de botters, deze karakteristieke visserschepen. En de inwoners van het dorp kleden zich op hun geheel eigen manier. Ofschoon minder bekend dan die van Marken en Volendam, heeft ook Bunschoten zijn eigenaardige klederdracht. Om de bijzondere cultuur van het dorp in het zonnetje te zetten, wordt in 1970 voor het eerst een Spakenburgse dag georganiseerd. Een dag cultuur van en voor de bewoners. Het feest groeit uit tot 4 woensdagen in de zomer. Op die dagen herleeft de oude cultuur in het vissersdorp en het trekt bezoekers uit het hele land. Oude ambachten zijn te zien, zoals kantklossen en manden maken, en natuurlijk draait het om klederdracht. Het hoogtepunt is toch wel de historische optocht, waarbij de klederdrachten worden getoond uit het hele land. Chanticoren ontbreken niet op de Spakenburgse dagen en ook voor kinderen is er veel te doen. Oude kinderspelen, een vrijmarkt en kermis, al is het niet altijd voor iedereen feest. Het vissersdorp trekt op het evenement bijna 10.000 bezoekers per keer. Nou, dat. Tot ziens. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Was in de wolken en ik voelde je een kussen van. Goed gedaan. Het zie je er mooi uit. Dankjewel. Wat zijn het van kleren? Dat weet ik niet. Dat zijn mijn danskleren, want ik had op het podium gedanst.
Heb je op het podium gedanst? Ja. Oh, en jij ook? Ja. En is dat je zusje? Dat is mijn broertje en dat is mijn zusje. Wat een plaatje. Ja, de aardigheid, hè? Zo mooi. En dat is een jongetje die hiervoor zit. En dat kon je alleen maar zien vroeger aan de mutsje. Want als kinderen geboren werden, kregen ze allemaal een jurkje aan. En de jongetjes kregen pas een broekje aan met een boezeroentje als ze naar school gingen, als ze 6 jaar waren. Maar normaal, op een normale dag zien we het niet meer. Nee, dat is allemaal voorbij. Dat is ook niet meer te doen eigenlijk in de tijd van nu, hè? Want nu werken alle moeders. Dus je moet alles zelf maken. Je kan niks klaar kopen. Dus allemaal heel veel handwerk. Dus het is eigenlijk niet meer te volbrengen. Mevrouw, heeft u elke dag nog klederdracht aan? Ik draag elke dag klederdracht, ja. Maar het gebeurt niet meer zo heel veel in het dorp. Nou, weet je wat het is? Het zijn de ouderen die het dragen. Ik voel me eigenlijk alleen lekker in de klederdracht. Het voelt vreemd om het niet aan te hebben. Als ik het niet aan heb, dan voel ik me eigenlijk niet aangekleed, nee. Ja, ze zijn er dus nog wel, de vrouwen die zich elke dag kleden in de klederdracht. En eentje daarvan heb ik ook eerder gesproken en dat is Wimpje Blokhuis. Ik hoor nog bij de 1 van de 145. We should be together, together. Hier liggen allemaal spullen voor de klederdracht. Ja. En daar liggen er wel veel. Het is maar net waar je van houdt. Met kleine bloemetjes. Ja, iedere vrouw die heeft, ik denk, van ongeveer wel 100 van die verschillende patronen. Een donkere. Dus ja, hoe je gemoed is die dag, of hoe je stemming is en waar je heen moet, dat doe je aan. We should be together, together. We should be... En heeft u wel eens dat u denkt van, nou, ik zou wel eens iets anders aan willen? Dat denk ik wel eens. En als ik het dan met een vakantie heb, dan voel ik me ook niet lekker. Want hoe lang blijft u het nog dragen? Ik denk zolang ik leef. Hoop ik. Ja, dat weet je ook niet, want je kan zo wat krijgen dat je het niet meer aan kan. En dan moet het natuurlijk uit. Maar niet van harte. Want hoe zit het? Voor mij lekker. We should be together. Lisbeth draagt een klein kraplaatje. Ze loopt er een beetje slobberig bij, want de haken zijn los. Zo. Alles zit met elkaar met haken en ogen en spelden, maar het is weer goed. Op het podium dus verschillende vrouwen in klederdracht en kinderen en ook mannen. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of het mij ook staat. Wow, het is wel spannend. Maar iedereen vraagt altijd, hoe lang heb je werk om je aan te kleden? Nou, dan zeg ik, als je hamer goed zit, dan ben je met een kwartiertje klaar hoor. Nou, staat het er? Oké. Okay. Dan wordt je aan de hals een beetje omgebogen. Dit lukt toch nooit in je eentje? Tuurlijk wel. Alle dames kleden zich jezelf aan. Nou, dan zullen we even zien. Nou, dames, hoe vindt u het? Draai zo. Nou, mooi of niet? Nou hoor ik er toch wel echt helemaal bij. Gaan we eens even kijken hoe dat is in Spakenburg, in klederdracht. Ziet er goed uit. Ja, vindt u het mooi? Ja, zeker. Ik heb het nog helemaal niet gezien. Hele nieuwe look. Meneer, wil u mij even helpen? Want ik kan niet zo goed bij, maar straks val ik. Het is die ingewikkelde kleding. Ja, daar gaat u weer, dames en heren. Kom er even bij, een Spakenburgs pretpakket. En dat helemaal voor 6 euro. Kom er even Je ziet er bij. Ook zo mooi uit, net als ik. Mooi, heb je het vaker aan? Nee. Mijn oma's wel. Allebei mijn oma's hebben het de hele week aan. Dus, maar ik nu voor mooi, voor de toeristen. Maar waarom niet? Ja, waarom niet? Het zit toch best wel warm. Onder de shulk, zeggen ze altijd.
Vind je het zelf jammer dat de jeugd het minder doet? Het gaat eruit. Dat is helaas. Maar ik zal het zelf niet elke dag aan doen. Geweldig, je bent een krase dieren. In Spakenburg is goed. Nou, dat is volgens mij een compliment. Maar of ik het nu elke dag aan ga trekken, dat weet ik nog niet. Dit was Uit voor deze week vanaf de Spakenburgse dagen. Volgende week dan gaat Marco naar Lopik, naar Nog Harder, om de mooiste vrachtwagens van Europa te bekijken. Tot volgende week. You're sexy, babe. You're sexy, babe.